dat een dankbare snoek of niet dan? Wat een mooie visdag hebben we vandaag. Oh, zo mooi. Crankbaits. Of niet dan? Super! Joehoe! Maar bait krijgen is gewoon leuk. En dat is mooi van die crankbaits. Ik heb dagen dat ik 30 vissen vang op een dag. Het is gewoon een dag vol actie. Een super toffe dag. Ik ga vandaag met niemand minder dan Luc Koppens aan de slag. Vissen met crankbaits. Ik ben heel benieuwd. Het is niet echt een visserij die ik heel veel doe zelf. Dus ik ga ervan uit dat ik veel kan leren vandaag. Luc is er inmiddels ook. Dus we gaan aan de bak. Yes! Ja, goedemorgen mensen. Daar zijn we dan. Ik zei het vanochtend al in de auto. Bijna 2,5 uur onderweg. Maar we zijn er, Luc. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Vertel eens, wat is het plan voor vandaag? Wat ik nu aan het doen ben deze periode is, ik ben aan het trainen voor de World Crank Up. Dat is echt vis met kleine pluggen. Oké. Okay. Dus crank is eigenlijk een plug. Een plugje met een lip. En we mogen alleen maar met plugjes vissen. Dus omdat ik best veel ervaring heb nu, omdat ik al een dag of 5-6 getraind heb, echt specifiek met die plugjes, weet ik al wat plekken en weet ik al welke dieptes dat ik moet zoeken. Kijk. En het is echt heel leerzaam. Echt met de cranks echt de diepte ingaan. Ja, dat geloof ik. Wat is belangrijk? Welke lijnen, welke onderlijnen, welke dieptes, welke vissoorten? Want we moeten alle vissoorten proberen vangen. Oké. Okay. Dus, echt super leerzaam en er komt zoveel bekijken. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. Tof, ik heb er ook sowieso super veel zin in, want het is ook niet echt een visserij die ik zelf heel veel doe. Dus ik denk, ja, als ik van iemand iets kan leren, dan is het van jou. Dus ik heb er super veel zin in. En we gaan alles gewoon behandelen vandaag, Roofmeisters. Ja. Alles komt aan bod rondom het crankbait vissen. Ik heb geen geheimen, dus het is een visserij die ik best veel doe, door die wedstrijden allemaal. Plugjes van 7, 8 tot 10 centimeter maximum vis ik. Mensen zouden misschien denken, dan vang je een kleine vis. Maar ik heb wel snoeken gevangen van 1,11 meter, 1,21 meter tijdens deze visserij. Dus en zeker nu deze tijd van het jaar, mid-september, zit er heel veel klein broed, visjes van zo groot. Dus eigenlijk het de match doen we. Ja, precies. We moeten erop lijken, op de haasvisjes. We gaan aan de bak, mensen. Dat is goed. We zijn op de eerste plek aangekomen. We zitten op de rivier, de Nieuwe Merwede. Ik merk dat er totaal nog geen stroming zit, maar er komt straks stroming. Ja? Dus ik heb liever dat er wat stroming zit en is die vis toch iets actiever. We vissen nu aan de zuidkant van de rivier, zeg maar. We pakken een paar van die kribben. Dit zijn echt mooie kribben. En langs die kribben is het 2 à 3 meter diep. Er ligt ook wel wat structuur. Okay. En op die 1,8, 2 meter staat nog wier, staat nog wat planten. Ja. Dus wat we gaan doen is met de boot op een meter of 3,5 liggen en we werpen met kleine cranks richting die 1,8 meter waar net die rand van die planten staan. Ja. Baars kunnen we vangen, we kunnen snoek vangen. Hopelijk vangen we een snoekbaars. Dat is dat zou toch tof zijn. Het hè? Moeilijkste eigenlijk. Dat geloof ik. Dat is echt voor mij echt een super uitdaging met die kleine cranks snoekbaars vangen. Op het ene water gaat het makkelijker, dat is op het andere. Maar hier op de rivier heb je snoekbaarsen toch de neiging om dieper te gaan liggen. En okay. Met diep bedoel ik 5 meter, 6 meter. En met die cranks werpend kom je maximum tot 3,5 meter diep. Ja, trollend raak je dieper. Maar trollen gaan we niet doen. Nee. We gaan echt vissen. Gaan werpen. Ja. Ik denk dat dit een niet zo hele grote baas is.
Maar toch een eerste vis. Maar ik ben altijd blij met vis. Kijk. Ik kan er net uithalen. De eerste is binnen. De eerste is binnen. De eerste aanbeet was ik kwijt. Dat was echt een goede, superharde beet. En dit is de eerste baars die aan boord komt. Een baarsje van een goede 30 centimeter, maar ik ben met alles blij. Zo. We zijn van de nul af, Luc. Van de nul zijn we af. Ja. We zien nog steeds vis in het oppervlakte, hè? Dus er gaat ongetwijfeld nog meer uitkomen. Er gaat wat gebeuren vandaag. Er gaat nog zo meer is gebeuren. Dat. Hele leuke sport, echt een mooie sport. Het is nog klein, maar we vangen nog wel groter vandaag ook. Maar beet krijgen is gewoon leuk. En dat is mooi van die crankbaits. Ik heb dagen dat ik 30 vissen vang op een dag. Het is gewoon een dag vol actie. Mooi aanbeet was het. Ik weet niet wat het is, maar het voelt goed aan. We hebben vis. Terecht goed vandoor. Als je echt onder de boot wil, steek ik mijn hengel onder water. Anders kan die lijn aan de onderkant van de boot beschadigen. Dat wil je natuurlijk niet. Eerste snoekje is ook binnen. Yes. Snoekje van 65, 70 centimeter, maar maakt mij niet uit. Op zo'n lichte hengeltjes, die lichte crank, is een mooie vis en dat was super mooi aanbeet. Yes. Dat is echt stekhoppen eigenlijk, hè, Luc? We zijn nu drie stekken bij langs in drie kwartier tijd, denk ik. Ja. Zie echt je vist alle waterlagen eigenlijk af en dan weer verder. Ik pak heel veel verschillende stekken. Vang je vis of zie je heel veel vis op een bepaalde stek, kan je wat langer blijven hangen. Maar die kribhoofden zijn altijd wat beter dan het middenstuk. Ja. Maar je zal ook zien, vandaag ga ik ook nog stukken bevissen, dat ik echt soms wel een kilometer aan een stuk drift. Oké. Okay. En dat hangt een beetje van de stek af. En je kan tussen zo'n twee kribben kan je ook hebben dat je een hele mooie talud hebt met heel veel structuur. Dan is het best waard om heel dat stuk mee te pakken natuurlijk. Ja, ja. Maar ik ken het hier goed en ik weet deze twee stekken zijn vrij saai tussen de kribben door. Maar als je nu een van die volgende hebt, dan zal je zien, dan begin ik echt al 100 meter voor een krib. Omdat daar weet ik van, er ligt een diepe put en een heel mooi talud met heel veel structuur. Ja. Dat bevis ik dan wel. Ja, dus precies. Het is ook niet alleen maar het uitzicht van die kribben, maar ook de structuur onder water moet je goed bekijken. Ja. Want ik heb het nogal meer gezegd. Ik zie de onderwaterwereld een beetje zoals de bovenwaterwereld in de woestijn. Zie je heel weinig wildlife. Ja? Want zodra dat je wat structuur krijgt en rotsen en dergelijke, zie je toch wildlife. En dat is onder water precies hetzelfde. Ja, en ik zie ook je hebt qua diepte meten, je hebt je sight image, je normale reguliere sonar en de Navionics kaart heb je openstaan. Inderdaad. Dat geeft me heel veel informatie. Dus ik heb mijn downscan waar ik kan zien hoe diep dat het is. Mm-hmm. Ik heb mijn sidescan, die staat aan. Dan kan ik zien of dat ik mooie structuren tegenkom onderweg, of niet. Dan zie ik mooie structuren in de vorm van stenen hoop of zo, of gewoon een mooie drop of planten. Dan geeft me dat toch de informatie om daar iets fanatieker te vissen of iets... Ja, oei! Nou, dat is even mooi, hè? Ja. Dat is het mooie, praten en vangen tegelijk. Ja. Voelt kan het beter. Voelt goed aan. Oh, super. Voelt anders een mooie snoek. Kijk. Ja, die gaat goed. Ja, daar gaat hij. Ziet er goed uit, Luc. Ik ga het dan trekken om hem op te lichten.
Zou er niks van staan kijken dat deze richting de meter gaat. Ja, dat lijkt een beetje, dat lijkt een goede vis. Hij gaat heel traag, heel zwaar, de hengel staat heel krom. Af en toe pakt hij een run. Dit is echt een mooie vis, mensen. Het was ook een zachte beet. Die grote snoeken schuiven de meestal gewoon op. Ik wacht, het is de dikke meter. De dikke meter snoek op een... op een bully bite van 7 cm. Kijk. Hoppa! Yes. Wat een bak van de snoek! Hey. Wat een bak van de snoek! Oh, wat draagstingen! Dit is een dikke meter. Die gaat boven 1,10 zelf. Heerlijk! Wauw! Wat een bak, zeg! Eens naar die tanden kijken. Ja, joh. Oh, kijk eens, wat een bak, jongens! Zo, hey. Hoppa! Op de Finesse Crank gevangen een zacht hengeltje, speciaal voor kleine plugjes te gooien. Het water houden totdat hij zelf wil wegzwemmen. Daar gaat hij op. Wat een vis, mensen. Wat een vis. Hele dikke meter vis. We kunnen wel stoppen. Ja, de filmdag zit erop. Ik heb een huis toe. Ik ben een uurtje op het water volgens mij. Maar ja, fantastisch joh. Wat een gevecht ook, hè. Niet normaal, joh. En dat op zo'n klein kunsthaasje. Super! En ik zou zeggen, dat smaakt naar meer, Luc. Zoals ik al zei in het begin, ik heb op die kleine pluggen tijdens de training 1,11 meter, 1,21 meter gevangen. Ja. En dit is een vis die zit tegen de 1,20 aan. Ja. Je ziet het. Ja. Het hoeft niet altijd groot kunstaas te zijn. Klein kunstaas is dressuur doorbrekend. Ja, precies. Super man, op naar de volgende. Het is zo mooi met die klein gooien. Je ziet hoeveel actie je krijgt. Ja joh. Totaal anders dan een dat groot vis als gooien, zeg maar. Je ziet, je kan grote vis vangen, je pakt kleine vis door elkaar. Ja, leuk visje weer. Ik zal tegen de 70 gaan lopen. Deze maat snoek zo van rond de 70 vind ik net te klein om de kiewgreep te doen. Ja? Ja. Dus, en zeker met die pluggen is het vrij gevaarlijk ook als je net schudt op dat moment. Kijk. Ik ga hem beter even laten vallen, in het water dan. Ja. Yeah. Kijk. Hij valt in de smaak, hè? Dat pluggie. Bully bite doet het wel. Superman. Mooi, hè? Het is super, het is een super dag. Lekker hoor. De vijfde vis in de boot. En we zijn een dikke uur aan het vissen. Dus wie weet wat er nog gaat komen. Topsport. Het valt mij op, Luc, dat je toch vrij ondiep vist hier zo tegen die krib aan. Vertel eens, wat is de reden eigenlijk dat je die keuze maakt zo? Ik ben altijd heel veel bezig met de kleur en het doorzicht van het water. En wat me vandaag direct opviel is dat het water tegen vorige week veel troebeler was. Je hebt echt maar een doorzicht van pak een beetje 80 centimeter op het moment. En dat kan je toch wel redelijk troebel noemen.
Want je hebt momenten dat je een meter of anderhalve meter doorzicht hebt op de rivieren. Maar nu is het maar 80 centimeter. Dus dan heeft die vis toch de neiging om ondieper te gaan. Heeft meer camouflage, zeg maar. De kleine vis die durft ondieper komen. Dus de grote vis volgt. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Dus in de regel is troebel water gaat de vis ondieper liggen. En helder water gaat de vis dieper liggen. Dus daar pas ik mijn visserij op aan. Vandaag kreeg ik ook de meeste actie op een ondieplopende plug. Een plug die ongeveer 1,8 meter diep loopt. En ik vis op 2, 2,5 meter water. Krijg ik de meeste actie op. Dit had ik al door na half uur vissen. Ja, ook felle kleurtjes met name, waar je op het moment mee vist. Dus ik pak gerust een felle kleur als het water niet te doorzichtig is. Ik ben echt een grote fan van fire tiger. Daar vis ik heel graag mee, zeker in een beetje troebel water. Is het helder water, pak ik meer natuurlijke kleuren zoals baars. We hebben een hele mooie baarskleur, de blinkpers. Echt mooi. Maar die gebruik ik meestal in water waar een dikke meter doorzicht is, zeg maar. Ja. Ja, superleuke visserij zo, mensen. Dus je bent lekker actief bezig, je vist veel verschillende stekjes af. Veel actie, zowel groot als klein, dat hebben we inmiddels wel kunnen zien. Ja, super tof. Leuke visserij om eens in te gaan verdiepen, denk ik. Ik heb voor de verandering heb ik even mijn spinengel genomen met een hele dunne lijn. Omdat mijn plugje dan, de dieprunner, nog een halve meter dieper loopt. En ik had de stek al afgewist. Met de normale lijn, zeg maar, 18 onderste. Maar nu zit ik met 10 met de molen. Omdat met de molen kan je toch met die hele dunne lijn ook uit de voeten. Met een reeltje met 10 onderste werkt niet echt goed. Hier heb ik zeker al 40, 50 worpen gedaan. Omdat ik weet, hier ligt een diep gat. En hier zit altijd vis. Altijd. Je moet gewoon iets langer geduld hebben. Wat ik ga doen is deze even in het water haken. Dat is makkelijk. Ja, heel goed. De haakjes zitten mooi. Heb je hem? Ja. Zo. Wauw. Netjes. En net wat je zegt. Ja, zo'n vis kun je net zo goed ook even in het water omhaken. We hebben het plezier gehad. We hebben hem gezien. Je kan hem wel netten, maar als je zo'n vis in het schepnet hebt, zitten al die dreggen in het schepnet. En ik heb er niet minder plezier om. Dus, zo is dat. We hebben hem gezien, we hebben er ook al een paar op film uit het water. Dus we kunnen er ook wel eens eentje onttaken in het water. Ja hoor, zeker waar. Ja jongens, hier ben ik niet voor aangenomen. Hè? Wat gebeurt er nou of de cameraman zegt van mag ik eens even gooien, Luc? Ja, ik kon het niet laten. Dan moet ik zeggen, je mag niet. Dus hij pakt wel natuurlijk die hengel met mijn Billy Bite. En dit is het resultaat. Ja, Luc die was even aan de telefoon. Ik denk, ik pak even mijn kans. Ik pak even een hengeltje en ik doe een paar worpen. En het is dus, volgens mij een leuke vis, Luc. Ja, dat is een leuke snoek. Leuke snoek. Wat denk je van dat hengeltje, Bas? Ja, dat is echt fantastisch, mensen. Leuk om zo te vissen, hè? Het weegt helemaal niks. Je smijt er een heel eind mee. Ah, ja. Je hebt er een nieuwe plug aan gedaan, zie ik wel. Dit is, zo ligt er maar eentje bij. Dat is een plug die nog niet op de markt is. Ah. Die komt pas in januari 2020. Dat is de Buzzbite. Oké. En die heeft een heel mooie trilling. Maar hij werkt in ieder geval. Ja, dat wist ik al. Kijk, mooie vis. Dat is een snoek van die zal iets in de 80 zijn. Maar op die hengeltjes is het gewoon topsport. Dat is echt ongekend. Hoppakee. Kijk. Mooie vis. Mooie vis. Dat is die mensen. Start iets naar mij. Ja, dat is ook op die heel mooi in beeld zo.
prachtig, prachtig. Tof, hè? Wat een dag treffen we, hè Bas? Ja, dat is ongekend, joh. Dat is, het is 2,5 uur rijden voor mij. Maar dat was het meer dan waard. Kijk eens wat een mooie vis, man. Vis nummer 11, 12. Dit is vis nummer 12. Dus dat gaat hartstikke mooi, mensen. We gaan het terug doen. Ah, daar gaat hij ook al. Zo Luc, ik zat even niet op te letten en ik hoorde heel kort de slip gaan. Ik denk hij heeft er weer een. Maar het is iets anders. Het is een hele grote plant. maar dit is helemaal niet erg. Als je af en toe planten haakt, dat is doodnormaal. Ik heb soms op wedstrijden dat ik elke worp planten eraf moet doen. Dus het is de bedoeling dat je net de randjes van de planten zoekt. Dus, en soms doe je per ongeluk, je ziet ze niet. Maar nu weet ik ongeveer waar ze staan. En die roofvissen hangen toch graag rond die planten rond, zeg maar. Dus het is helemaal niet erg dat er af en toe een stukje plant aan hangt. Als het een klein stukje plant is, dan doe ik even een paar harde tikken met de hengel en vis gewoon verder. Als er zoveel plant aanhangt, zoals dit hier, ja, dan kan je best even snel binnendraaien en losmaken. En op naar de volgende worp. Ja, die wilden hem wel hebben, Luc. Ja hoor, kijk eens hoe hij gehaakt zit. Je zou denken van... Je zit buiten de bekje gehakt of zo, maar echt niet. Nee, laat maar eens even zien. Yo way. Moet je kijken, mensen. Er zit een bak. Dat is een winde van ruim 50 centimeter. Ja, dat is een serieus visje zo, hè. Kanon, hij kwam echt vlak voor de boot, kwam hij hem halen. Even kijken. Hij, ik trok mijn plugje bijna het water uit en daar was hij. Wat een gave visje, joh. Huh? Ja. Tof, hè? Wat een lap, joh. Ja, wat ik zei, Luc die zegt het echt net tegen mij. Van, nou, hier maak je, met dat plugje maak je hier nog wel kans op een dikke wind. Hè? En nou, ik draai hem binnen en ik zou hem omhoog halen bij de boot en ik zie hem er zo vol achteraan gaan en hij klapt erop. Mooi, hè? Wat een dag, wat een dag. Dat is ongekend dit. Super. Top. Toppie. Eindelijk! Dit is mooi jongens. Dit is fantastisch. Ik heb echt een snoepbars eraan aan een plugje. Een hele mooie ook, hele Luc. Hele mooie. Goeiedag. Ik wist dat het hier ging gebeuren, wist ik gewoon. Toch vlak onder de boot ook bijna, of niet? Ja, maar op de 10-honderdste en met de babybuitje dieper. Echt tegen de bodem. Kijk, hier komt hij hoor, hier komt hij. Jeetje. Yeah. Ja, daar doen we het voor, Luc. Daar doen we het voor, hè. Fantastisch. Kijk, een snoekbaars vangen op zich is niet moeilijk, maar een snoekbaars vangen op de plug, op de rivier, valt niet mee op crankbait. Omdat je simpelweg niet diep genoeg komt. Op sommige plekken komen die snoekbaars toch iets ondieper dan op andere plekken. Ja. Deze heeft het gedaan hoor, de DR. Dat is hem, hè? Dat is hem. Ik heb veel vertrouwen in dit dingetje. Super man, laten we eens even zien. Kijk eens aan. Ja, een kijk eens aan, mensen. Kijk eens. Wat een vis, man. Super. Het is gelukt. Het is een dikke 60. Ik schat iets van 6,67 centimeter. Ja. Hele mooie snoekbaars. Super, man. Het blijven mooie sportvissen, toch? Ja, joh. Top, top, top. Lekker laten zwemmen. Ja, hoor. Daar gaan we weer. Jees. Wat een mooie vissen zijn er nu. Yes. Mijn dag is compleet. We kunnen naar huis. Fantastisch. Super! Joehoe! Vijf verschillende soorten, Luc. Vijf verschillende soorten. Ik denk dat we nu 17 vissen hebben. Ja, zoiets zal het zijn onderhand. Ja. Heel gevarieerd. Echt met diepe plugjes, met ondiepe plugjes. Snelle vissen, traagvissen, ondiep, dieper. Ja, troebel water, helder water, hou ik altijd in de gaten. Ja. En het loont. Je ziet het loont, absoluut. Het is een super dag.
heel veel vis. En echt op een sportieve manier, werpend vissen. Echt ja, het is mooie fantastisch. Mooie keiharde aanbieden krijgen. Ik ben er helemaal verslaafd aan. Ja, ik begrijp het heel goed. Nou, Lucas, ongekend. Volgende stek, wederom de eerste worden. Zo, hop. Zo. Eerste worp op mijn nieuwe stek, bam. Yes. Zo, bam. Die snoekenbekken worden die haken toch een klein beetje bot. Ik heb altijd een slijpertje bij. Ik voel dat er op een van die drie punten een klein braampje zit. Kijk, zit echt maar, als je zo voelt, met je vinger, met de punt mee, voel je of er een braampje hierop zit. 1, 2 keer doen en de braampje is weg. Is het terug vlijmscherp. Kijk, dit is terug vlijmscherp. Ja. Daar hou ik van. Ja, de jas kan erbij uit, Luc. Het lijkt wel zomer, man. Super mooie nazomerdag. We zitten, hoeveel is het vandaag? 20 september? 20 september, ja. En het is echt, ja, ik denk dat het nu rond de 20 graden zit. Ja, sowieso. Super mooie dag. Weinig wind. Weinig wind, mooi om te filmen, mooi om te vissen. De watertemperatuur zit op 19,5 graad. Dat is prachtig. Ja, toch? Deze kant van de rivier is het water iets helderder, heb ik al gezien. Ik blijf toch nog even doorgaan met die Fire Tiger. Maar straks doe ik er even een iets minder felle kleur aan deze kant. Hier zit een paar worpen gedaan met een indiepe. Deze stek even vissen met een diepe. Omdat dit soort stekken verwacht ik wel. Dat er een snoepbars kan liggen. Okay. Ja, je blijft constant maar wisselen, hè? Met, ja. Qua kunststaars. Ja, ik heb 2 kunststaars van veel ondiep diep. En die gebruik ik op de veelbelovende stek en gebruik ik even ze beide. Ja, en wat mij opvalt is eigenlijk elke stek die we tot nu toe aandoen, dat is een combinatie van kripvakken, maar ook de waterplanten, wat je net eigenlijk ook al benoemde. Ja. Dat is toch wel. Heel belangrijk. Die heel belangrijk om. Je moet net die randjes van die planten zoeken. Daar, zeker deze tijd van het jaar zit dat broed. Die kleine visjes die zitten allemaal in en rond die waterplanten. En die snoeken en die roofvissen die weten dat. Mooie aanbeet. Ik zag een paar vissen onder de boot op een diepe meter. Ik dacht, ik vaar even een stukje verder. Dan doe ik een worp in die richting. En het. Het komt gewoon uit. Ja. Ik zou niks dan kijken als dit een snoekbaars is. Echt ik hoop het. Of een grote paars. Zo, de kerst op de. Snoekbaars! Ja! Snoekbaars. Hey, dit is geen snoekbaars, hè? Ongelooflijk mooi. Hier is hij, hoor. Ja, hoor. De baby bite. Hoppakee. Yes! Haha! Deze telt voor 2 voor mij. Dit is nou, zeg dat wel, Luc. Pracht van de vangst. Wat een mooie visdag hebben we vandaag. Oh, zo mooi. Raadse. Bye. Fantastisch, Luc. Heerlijk. Niet normaal, wat een mooie aanbied dat dit was. Echt, ik heb net aanslaan op iets heel, op iets mooi weer. Snoek weer, denk ja, je, Luc? Ja, ik denk weer een dikke snoek, denk ik. Ja. Kijk, ik zie hem nu heel veel bellen maken. Dit is meestal de grote snoeker. Mooie vis. Zeer benieuwd. Oh ja. Ja, mooi vis. Je ziet, het is echt de moeite waard om met kleine pluggen op met crankbaits aan de slag te gaan. Ja joh. Als je ziet wat we vangen, dus gewoon non-stop actie. Ja. Geen zware poken, mooie lichte stokjes. Deze hengel is eigenlijk de Texas Carolina stijl. 21 gram waar ik nu mee vis. Voor een molen. Okay. Die kan je gebruiken voor Carolina vissen en kan je gebruiken voor kleine plugjes ook. Heeft er zin in? Kijk dan. Huh? Blijft gaan.
Wat me echt alle kanten van de boot ziet. Ja, ik wou net zeggen, Luc. Zee. Die is binnen. Die is binnen, mooie vis weer. Zeker even. Kijk eens aan, mensen. Oh, wat een sport. Wat een sport. Is dat een dankbare snoek of niet dan? Of niet dan? Crankbaits. Wat een fantastische dag, hè? Ja, het was echt een super mooie dag. We hebben nu iets van 27 vissen, we stoppen nu. Heel goed gevangen, echt continu beter gehad. Ja, de hele dag door eigenlijk wel. Ja, veel snoek, winden, roofblij, snoekbaarzen, paars. We hebben alles gevangen dat we wilden vangen. Ja, ja, we hebben echt alles wel voorbij zien komen, hè? Van groot tot klein. Dus je ziet de kracht van de crankbaits, als je die goed vist, je ziet wat je er allemaal mee kan vangen. En, het is ook een hele leuke sport, heel leuk om te doen, met de aangepaste hengeltjes, niet de zware hengels ervoor. Dan heb je echt een hele mooie topsport. Ja, ja, absoluut. Een hele gave visserij. Luc, ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken voor de hele leuke en leerzame dag. Met veel plezier. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Volgens mij hebben jullie meer dan genoeg mooie vissen voorbij zien komen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye. Yo.